kijken hoe mooi het hier is. Echt, volg gewoon niet dat bordje exit en loop gewoon voor jezelf weer terug. Echt een tip. Je mag echt alleen rijden als je een beetje ervaring hebt. Ik heb in Thailand wel scooter gereden, alleen het is hier echt mega druk op de weg. Maar goed, ik sta altijd wel in de motto zo van, weet je, als je het nog nooit hebt gedaan, hoe kun je dan weten dat je iets niet kan? Dus ik ga het gewoon proberen. Ik heb voor 2 dagen de scooter gehuurd. En ik ga gewoon als een oma rijden en lekker relaxed. En dan wil ik straks als eerste een uitstapje gaan maken naar de rijstvelden. Omdat het nu nog vroeg is en daar schijnt het echt ontzettend mooi te zijn. Ik zit eigenlijk altijd in groepsapps. En via groepsapp heb ik ook gehoord over deze scooterverhuur. En dat die gewoon betrouwbaar is en goed. Dus ik heb gisteren meteen via WhatsApp een bericht gestuurd en een scooter gehuurd. Die ik nu straks ga ophalen. Alleen ze zijn nog niet open. Dus ik moet nog heel even wachten en dan kan ik zo de scooter meenemen. En dan ga ik naar de rijstvelden. Zo, ik ben aangekomen bij het rijstveld en ik heb een entree moeten betalen van 15.000 rupie. De weg daar naartoe is echt prima te doen. Ik heb echt totaal geen moeite met scooterrijden en ik vind het ook niet heel anders als in Thailand. Dus als je een beetje bekend bent met links rijden, dan moet het echt geen probleem zijn. Volgens mij heb ik een gids, maar ik weet het niet zeker, maar die staat hier voor. Ik zal de camera even draaien. Die staan nu op mij te wachten. En hier is het. Het is zo mooi. Moet je kijken hoe mooi het hier is. Echt serieus. Ik ben maar aan het hiken geslagen. Die man die bleef maar zitten, dus ik dacht ik ga er gewoon vandoor. En hij kon ook geen Engels. Maar best wel een leuke wandeling om te maken. Ik ben bovenlangs gelopen. Het is niet heel erg heftig, maar gewoon leuk. Ik ben wel echt mijn eerste slang tegengekomen. Echt vreselijk. Hij sprong zo ineens voor mijn pad langs. Dus ik ben even zo van, dank stress, gewoon gaan. Ben ik er langs gerend. En hier zijn ze aan het werk. En volgens mij is hieronder de bekende Bali Swing. Misschien moet ik dat ook nog maar even gaan doen.
Nou, ik ben dus net in de Bali Swing geweest. En het is echt super hoog en eng. Maar het was echt wel heel erg leuk. In het begin was het wel een beetje spannend. Maar uiteindelijk was het echt super leuk. Traditioneel eten en lekker spicy, want daar hou ik echt van. Dus ik ben benieuwd wat ik zo krijg. Dit is het geworden. Ziet er echt super lekker uit. En echt mooi uitzicht. Balinese people only going to the holy water inside. Take the water and the blessing inside. So it's busy. Yeah, people in the terraces come back, maybe later on. Normally in the Balinese people, hotel is finished. Your vacation inside, only 2 o'clock is finished. Yeah, only 2 o'clock and you come here, it's good to go. There is no condition inside. I think, I'm working here. But I'm going to ask, okay? Pardon? I'm going to ask. I'm now here, so. Yeah. About the nice coffee plantation already? Yeah, I did. So I'm going to also go there. Thank you. Yeah. Als je dus hier naartoe gaat, wat echt super gaaf is, deze tempel. Dat is de Holy Spring Tirtha Empul Tampasa Ring. Ik heb geen idee. Maar deze tempel kun je dus een gids nemen. Nou, dat heb ik gedaan.
Volgens mij heb ik veel te veel betaald, want ik heb hem 150.000 gegeven, dus dat is ongeveer 10 euro. En dat lijkt me toch best wel iets te veel. Maar goed, dat wist ik ook. Maar hij heeft allemaal foto's gemaakt. Hij heeft de hele tijd bij me gelopen. Was super aardig. Heeft alles uitgelegd. Dus echt een gids. Dus dat was het me wel waard. Het enige nadeel wat ik wel echt vond is... op het moment dat je eruit loopt en je volgt het bordje exit... word je dus ook van de markt heen gestuurd. Nou jongens... een gigantische markt. Ik moest echt wel 5 minuten lopen voor ik überhaupt van die hele markt zeg maar door was. En daarna kom je uit op een grote parkeerplaats. Dan moet je ook nog een stuk teruglopen. Terwijl ik mijn scooter echt... Nou, ik zal het even laten zien. Daar is de entree. Dus ik heb mijn scooter echt voor de entree gezet. En ik kwam daarachter helemaal uit op een parkeerplaats. Dus als je hier naartoe gaat... volg gewoon niet dat bordje exit en loop gewoon via dezelfde weg terug. Dat is echt een tip, want op die markt ook, iedereen wibbelt van je. En ze willen allemaal iets verkopen. En ik begrijp het, maar ja, mij niet bellen. Ik ben weer terug bij het hostel. Het laatste wat ik heb gedaan is de, ik moet even haar naam erbij, anders weet ik het niet. Maar de Canto Lampo waterval bezocht. En ik moet zeggen dat ik dat echt het minst leuk vond van de dag. Want het was heel druk, misschien had ik gewoon pech. Maar er waren echt mega veel toeristen. En mensen stonden letterlijk in de rij om foto's te gaan maken. Dus nou ja, ik wou natuurlijk ook wel wat foto's maken. Dus ik heb gewoon een ander plekje uitgezocht. Maar er stonden echt denk ik 20 mensen in de rij om dan op hetzelfde plekje een foto te maken en dan weer weg te gaan. Dus er hing gewoon een beetje een gekke sfeer en ik moet zeggen dat ik daar gewoon niet zo heel erg van hou. De scooterrit terug was trouwens echt gewoon super easy. En ik denk dat je niet te veel moet aantrekken van het rijden hier. Als jij weet hoe je moet scooterrijden en jij kunt jezelf... wel links laten rijden, zeg maar. Niet dat je per ongeluk rechts gaat rijden, maar wel links blijft rijden. Dan is er niks aan de hand. Want je kunt rijden als een oma. En gewoon relaxed, easy going. Je hebt geen haast. Goed kijken. En dan is er niks aan de hand. En ik moet echt zeggen dat ik het hier echt niet pittiger vind dan in Thailand. Ik heb in Thailand ook in Chiang Mai gereden. Daar was het ook wel drukker. Maar ik vind het echt niet moeilijker hier of zo. Dus... qua rijden, als je dat zelfvertrouwen hebt en je denkt ik kan dat, zou ik het echt doen. Want het is zo leuk en het is alleen al lekker om op die scooter te zitten van A naar B te gaan. Wat ik ook gewoon heb, ik had vandaag gewoon een badpak aan. Maar ja, die is de hele tijd nat, want je gaat de hele tijd zwemmen. En als je dan vervolgens op de scooter gaat, ben je echt, binnen 3 tellen is je badpak gewoon weer droog. Dus dat is ook echt ideaal. Smeer wel goed in. Heb ik vandaag weer niet gedaan. Dus ik hoop dat ik niet ben verbrand. Maar ik denk dat het wel goed is gekomen. Wat ik het leukste vond van vandaag. En het meest indrukwekkende is denk ik wel de tweede tour die ik heb gedaan met de gids. Dat ik naar het Heilig Water ben geweest. Dat vond ik echt heel indrukwekkend. En ja, dat is in ieder geval voor mij echt een aanbeveling. Ga daarheen en doe vooral ook zo'n gids. Weet je, je betaalt er misschien wat veel voor, maar dat is het echt waard. En hij legt heel veel uit over geschiedenis, maar ook over het hindoeïsme. Dus ik vind dat gewoon echt, ik vind dat zelf gewoon heel interessant. Dus ik zou dat zeker niet overslaan.